Ik ben Jens-Jan Streutker, ik ben 23 jaar. Ik woon in Pessen, dicht bij Hoogeveen is dat. Ik heb in de jeugd altijd bij Heerenveen gespeeld. Mijn debuut gemaakt in de Eredivisie bij Heracles. Daar ben ik door verhuurd door Heerenveen aan Heracles. Toen daarna ben ik naar MVV gegaan in Maastricht. Afgelopen seizoen bij Emmen en nu ben ik hier in Harkema. Ja, vertel eens, vorig seizoen Emmen, hoe ging dat? Dat ging goed. Ik heb 30 wedstrijden gespeeld. Alleen de laatste 6-7 wedstrijden kwam ik op de bank te zitten en toen raakte ik een beetje uit de picture. Dus ja, dat was het eigenlijk. Nu kom je bij Harkemaanse Boys. Je kent Henk Herder, begrijp ik, van Heerenveen nog? Ja, ik heb met Henk heb ik in de A-junioren samen gewerkt en bij het eerste was hij toen assistenttrainer en daar ken ik hem van. Wat voor type speler ben jij? Ik ben een kopsterke centrale verdediger die een leider kan zijn achterin en duelkracht heeft en het spelletje goed ziet. Een paar jaren ervaring in betaalde voetbal. Wat heb je daarvan geleerd? Wat heb je daarvan geleerd? Als je in de jeugd bent, dan ben je nog wel eens heel erg druistig en maak je nog wel eens domme beslissingen of domme fouten. En als je naarmate je ouder wordt en je met oudere spelers speelt, dan leer je natuurlijk wel zulke dingen af. En ja, daar heb ik wel baat bij nu. Ja. Dan kom je dus bij Harkemaanse Boys, ploeg in de derde divisie, iets lager dan wat jij de afgelopen jaren speelde. Wat verwacht je er dan van? Wat ik van verwacht, als je ook niet naar de accommodatie kijkt, dat is gewoon hartstikke mooi. De supporters hier heb ik al allemaal verhalen over gehoord, dat het allemaal top is. Dus ik verwacht er veel van. Afgelopen zaterdag is met 2-0 gewonnen van Huizen, dus ik denk dat het een heel mooi seizoen nog kan worden. En wat heb je jezelf tot doel gesteld? Wat ik mezelf tot doel gesteld heb, is gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. En belangrijk zijn voor het team. En wat ik net zeg, misschien kunnen we voor een verrassingje zorgen in de competitie. Door een periodetje te pakken of zo.